Op een boogscheut van Antwerpen ligt een 600 hectare groot overstromingsgebied, de polders van Kruibeke. Het LIFE-project Scaluvia maakte van 90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de polders weer een paradijs voor vele planten en dieren en voor 6 dieren in het bijzonder, de doelsoorten van Scaluvia. Aan de Ruppelmondse kreek kan je de purperreiger spotten tijdens zijn trek van en naar zijn overwinteringsplek in West-Afrika. De fraaie blauwborst steelt de show met zijn indrukwekkend gezang. Hij is nogal schuw en daarom moeilijk te spotten, maar de opvallend blauwe ijsvogel zie je wel dikwijls naar visduiken in de kreek. Hij is niet de enige viseter. In het heldere water tussen de waterplanten beloert de snoek zijn prooi. Hij speelt een belangrijke rol in de instandhouding van de vispopulatie. De kleine moederkruiper tast zandige bodems af op zoek naar kleine waterdiertjes. Deze kleine zeldzame vis is na het herstel van de Ruppelmondse kreek uitgezet. Hopelijk kan hij van hieruit ook andere gebieden koloniseren. De bittervoren legt zijn eitjes in de zwanenmossel. Beide soorten doen het goed na de werken aan de oever, zodat ondiepe water en moerasplanten opnieuw ruimte krijgen om te groeien. Dat is dan weer positief voor de waterkwaliteit. Want zuiver water, dat is ook wat de otter nodig heeft. De polders van Kruibeke zijn het eerste gebied in Vlaanderen waar deze schuchtere speelvogel is teruggekeerd. Je zou voor minder. Proper water met veel vis en plaats om te schuilen langs de oever. Wat wens je nog meer? Ook de ijsvogel laat het zich smaken. Hij verorbert zijn buit door die in één keer door te slikken. Verstopt in het riet zit de woudaap. Hij is de kleinste reigersoort die voorkomt in onze streken. Hij broedt in de polders van Kruibeke sinds 2016. 15 jaar geleden was het ondenkbaar dat de bever in Kruibeke zou zitten. Maar kijk, dankzij het zuivere water en de natuurlijke oevers vind je zijn knaagsporen langs heel het beverpad. Deze architecten van de natuur bouwen heuse burchten en dammen en brengen dynamiek in de elzenbroekbossen. Typisch aan zulke bossen is dat de bomen er het hele jaar door met hun voeten in het water staan. De zwarte els komt het vaakst voor. Je herkent hem aan zijn elzenpropjes. In knolletjes op zijn wortels leven Frankia, bacteriën die stikstof uit de lucht omzetten in stikstof voor de boom. Dat is zijn manier om zich aan te passen aan het natte milieu. Naast bomen bloeien in de elzenbroekbossen vele soorten moerasplanten. Van het vroege voorjaar tot de late zomer zorgen ze voor een kleurrijke bloemenweelde. Deze dooiergele dotterbloem en de pinksterbloem luiden de lente in. Bloemen die een gedekte tafel zijn voor vele nuttige insectensoorten. In de sloten groeit de gele lis. Wanneer de zomer komt, verspreidt de moeraspirea een zoete geur. In dat seizoen zijn ook de moesdestel en watermunt echte bijen- en vlinderlokkers. Tussen fraaie bloemen en plantenpracht grazen de reeën ongestoord. Nergens in Vlaanderen zie je ze zo talrijk en dichtbij. Ze kenmerken de streek. Daarom is Xavier de Ree de mascotte van de polders van Kruibeke. Als de avond begint te schemeren, worden de bevers en de otters actief. Maar ook 's nachts beweegt er wat. De laatvlieger. Een grote vleermuissoort die langs de rand van het broekbos op vliegende insecten jaagt. Hij is een van de gasten van het Karperhuisje, dat speciaal voor Scaluvia is ingericht als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. De knusse vleermuizenkast deelt hij met de dwergvleermuis. Op die manier kreeg het historische Karperhuisje een nieuwe en nuttige bestemming in het natuurgebied. Het nieuwe onderkomen van de visarend is er een met een machtig zicht. Een kunstnest hoog in de elektriciteitsmast aan de Ruppelmondse kreek. Hij mag zich dan misschien de koning van de polders voelen? De echte baas in de polders van Kruibeke is opnieuw de natuur zelf. Nu is het aan ons om van haar te genieten en haar in stand te houden. Kom je mee?